Ik heb even wat foundation opgedaan. Mond schoonmaken. En dan gaan we als eerste proberen de... Waar heb ik hem nou? Ik doe even mijn bril op. Dan kan ik het allemaal zien. Dit is de Revolution... Nee, dit is een andere. Wat is dit? Oh ja, deze. Dit is de nieuwe Revolution Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer. Met een hele mond vol in de kleur porselein. Nou, had ik al gezien dat het kan gebeuren. Dat je heel veel olie eerst eruit krijgt. Zelfs dat kan ik niet zien. Nou, ik denk dat er nu wel... Het is nog heel olieig. Ik ben ongeveer een tube verder voordat de olie er niet meer is. Het lijkt op die van Charlotte Tilbury, zeggen ze. Dat gaan we bekijken. Of dat zo is... Moet ik eerlijk zeggen dat ik die nog nooit gebruikt heb, hoor. Nou, het is zeker bright. En ik heb er veel te veel gebruikt. Want zoveel heb je hier dus niet van nodig. Kijk hoe ver ik het kan uitspreiden. Oh, het blendt wel heel mooi in. Het duurt heel even. Maar zeg maar dekking. Mooi. Wel heel fijn. Je voelt het amper zitten. Ik doe het gewoon rond mijn neus ook zo. Mijn neuzen. Alsof ik 6 neuzen heb, weet je wel. Oké. Ja, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of ik zo'n fan ben van, zeg maar, de lichte onderogen hype. Om het zo maar te zeggen. Ik ga even wat overtollig weghalen. Oké, zo. Iets minder. Vind ik het mooi? Ja. Geeft het voldoende dekking? Nee. Als je hele grote wallen hebt. Donkere kringen, zeg maar. Dan geeft het je denk ik niet wat je zoekt. Vind ik het mooi? Ja. Ligt het op? Ja. Het is denk ik wel een kwestie van... Gewoon proberen of je het fijn vindt. Er zit nog wat op mijn kwast, dus ik denk dat doe ik gewoon even op mijn oogleden. Zo. Ja, het is een kwestie van zelf op je het vijf uur. Het is immers met alle, sorry, make-up zo, maar... Ja, ik vind het wel mooi. Je voelt het niet zitten. Het is al bijna droog. Dus, nou ja, ik zou zeggen, probeer het. Heel duur is het niet. Het is geen shape tape. Maar het is op zich, ja. Ja. Voor- en nadelen.